Ik heb al regelmatig nieuwsberichten voorbij zien komen of video's gezien over dat 1 op de 2 Amerikanen nog geen 1000 dollar spaargeld heeft, maar blijkbaar is dat ook iets wat in Nederland het geval is. Want eergisteren was daar het nieuwsbericht met de titel eigenlijk: 1 op de 7 Nederlanders heeft geen spaargeld. En daar schrik ik eigenlijk toch wel van, want je zou denken dat in Nederland altijd iedereen het best wel goed voor elkaar heeft. En als dat niet zo is, dat de overheid dan altijd wel weer bijspringt. Nou, dat blijkt dus wel iets anders te zijn. En in deze video wil ik dan juist dat nieuwsbericht gaan bekijken. Een beetje de belangrijke punten eruit halen. Ik kan mensen die in een moeilijke situatie zitten niet helpen. Ik heb die ervaring niet. Ja, ik kan daar gewoon niet in helpen. Wat ik wel kan doen is misschien mensen die tenminste een inkomen hebben en plannen hebben voor de toekomst, een beetje helpen. Wat tips geven. Dingen die ik heb geleerd, eigen ervaringen, hoe ik dingen aanpak en hoe ik naar de toekomst kijk. Nou, al die informatie krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Laten we deze video zoals gezegd beginnen met het nieuwsbericht Laten we daar een paar belangrijke punten uitpakken. En ten eerste pak ik dan het nieuwsbericht van RTL Z van de website En beginnen we bij de eerste alinea dan zien we 1 op de 7 Nederlanders heeft praktisch geen spaargeld Bij financiële tegenslag kunnen zij nog geen 2000 euro bij elkaar sprokkelen En dat is ver onder het bedrag dat het Nibud adviseert om achter de hand te houden voor noodgevallen en het zijn in principe maar twee regels, maar er vallen toch wel een paar dingen op. Ten eerste natuurlijk dat 1 op de 7 Nederlanders ja, blijkbaar niet genoeg spaargeld heeft. En natuurlijk is 2000 euro best wel een bedrag, want de meeste mensen zullen daar gewoon een maand voor moeten werken. Alleen als potje, als reserve, zeg maar, als buffer, is het eigenlijk helemaal niet zoveel, dan is het... 2000 euro heb je zo ook weer uitgegeven. Dus aan die kant is het eigenlijk helemaal niet zoveel. En zelfs als je al 2000 euro hebt, dan is dat nog niet hetgene wat het Nibud aanraadt. Ik geloof zelfs dat dat rond de 3500 euro als buffer zit. Dus ja, ook al denk je van ik heb eindelijk 2000 euro bij elkaar gespaard, dan is het waarschijnlijk nog het dubbele wat geadviseerd wordt. Kijken we iets verder naar het nieuwsbericht. Dan zien we om de klappen op te vangen, moet een financieel kwetsbare groep zich soms in de schulden steken, bijvoorbeeld de rood te staan op hun betaalrekening, een creditcard aan te spreken of elders geld te lenen. Nou, dat blijkt uit eigen onderzoek van de Nederlandse bank. De helft van die groep is zelfs niet in staat om 500 euro bij in te brengen. Dus waar we het net hadden over 1 op de 7 Nederlanders die geen 2000 euro bij elkaar krijgt van die groep is ook nog eens de helft die de 500 euro niet eens als spaargeld heeft. Dus dat is echt wel weinig en dan is het echt ook moeilijk natuurlijk als je een keer geld nodig hebt. Dat blijkt ook wel, want juist als ze geld nodig hebben gaan ze juist naar de plekken waar het aan de ene kant makkelijk te krijgen is, een creditcard geld lenen en dat soort dingen rood staan, maar dat zijn natuurlijk de minst interessante manieren omdat daar de rente natuurlijk heel erg hoog op is. Want waar jij nou rond de 0% spaarrente krijgt als je het op de bank zet, als je op deze manier geld gaat lenen, is het wettelijk maximum geloof ik op dit moment 15% op jaarbasis dan. Dus ja, maakt niet uit op welke basis 15% rente is, gewoon heel erg veel. Dus juist die kwetsbare groep als ze geld nodig hebben, gaan ze het lenen op een plek Waardoor ze uiteindelijk alleen nog maar meer geld kwijt zijn in principe. Want ze gaan het lenen tegen hoge kosten. Wat het probleem eigenlijk alleen maar erger maakt. En je ziet ook dat mensen het gaan lenen bij vrienden en familie, bij bekenden. Maar of dat nou altijd de fijne situatie is. Als je eenmaal mensen geld schuldig bent. Ik denk niet dat dat het beste is voor je vriendschap. En zeker ook bij familie is dat vaak nog wel een lastig punt. Dus ja, in dat soort situaties snap ik ook wel dat je eerder naar een plek gaat waar hoge rentes is. Maar ja, daar heb je in ieder geval niet het vriendschappelijk of de familieband, zeg maar, met die mensen, met die bank die je normaal dus wel had gehad. En daar betaal je dan liever misschien iets meer rente voor. Maar wie zijn nu die mensen zonder spaargeld? En laat ik dan beginnen met te vertellen dat we thuis ook al even een moeilijke periode, situatie hebben gehad. Al heb ik daar, denk ik, achteraf gezien niet zo heel veel last van gehad. Het was rond mijn achttiende dat het bedrijf van mijn ouders failliet ging. Nou, we werden dus, het huis werd verkocht, dus we moesten verplicht verhuizen. Gelukkig kon ik wel... Ja, vrij dicht in de buurt blijven wonen, dus ik had eigenlijk dezelfde vrienden, dezelfde klasgenoten. Dus dat maakt het, denk ik, wel een stuk makkelijker, natuurlijk. Maar ja, het is wel natuurlijk een, een hele stap eigenlijk. En van het spaargeld dat ik toen had, heb ik een van de winkels overgenomen, overgekocht en daar samen met mijn ouders ja, best wel veel tijd in gestoken en daar echt aan gewerkt aan onze toekomst. Heeft natuurlijk ook wel een beetje te, te maken, natuurlijk, dat wij ja, wel echt een ondernemersfamilie zijn. Dus we gaan al snel die gedachten. Hebben, denk ik, om weer ergens aan te werken. Zeker voor jezelf en richting de toekomst. En anderen zullen zeggen dat het een hele ervaring is. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar eigenlijk kan ik zeggen, achteraf heb ik er niet zoveel van meegekregen of van onthouden, zeg maar. Maar misschien ook wel gewoon omdat heel veel dingen ook gelukkig hetzelfde bleven. Zoals gezegd, dezelfde vrienden, dezelfde klasgenoten. Dus de omgeving waarin ik zat, dat was hetzelfde. Alleen ja, je vermogen, het huis is anders. Je bent veel geld kwijt. En je moet weer eigenlijk opnieuw beginnen. En zelfs met deze ervaring wil niet zeggen dat ik me in jouw situatie kan inbeelden, indenken. Want jouw situatie is vast anders, moeilijker. Ja, noem het allemaal maar op. Mocht je nou ooit in deze situatie hebben gezeten of zitten. Dan ben ik eigenlijk ook best wel benieuwd naar jouw ervaringen. Hoe je dat hebt meegemaakt, wat je hebt gedaan, welke toekomstplannen je had. En als je dat wilt delen, zou ik dat graag ja, willen lezen natuurlijk onder deze video. Laat even een reactie achter. Leuk voor mij. Misschien leuk voor jou om het een keer te vertellen, de andere kant van het verhaal, zeg maar. En zeker ook wel interessant voor andere kijkers op dit kanaal. Maar laten we dan even verder gaan kijken naar het nieuwsbericht en wie dus die mensen zijn die eigenlijk geen spaargeld hebben. Het gaat dan met name om huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die al rood staan op hun betaalrekening. De Nederlandse Bank waarschuwt dat een deel van de Nederlandse gezinnen niet weerbaar is tegen financiële tegenspoed. Het zijn dus vaak, denk ik, de mensen om je heen, mensen die in de buurt wonen, in je vriendenkring zitten. En misschien zelfs nogal collega's, want een grote groep van deze mensen zonder spaargeld zullen wel gewoon een baan hebben. Ik denk zelfs dat veel van je collega's moeite hebben met geld sparen en apart zetten. Zullen ze natuurlijk nooit toegeven, want ze willen zich eigenlijk altijd beter voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. Um, ja, soms merk je misschien dat je hetzelfde salaris hebt, maar andere mensen, dus collega's, heel veel dingen kopen, op vakantie gaan en jij dus met datzelfde geld heel andere. Dingen doet en misschien wel moeite hebt om dat soort uitgaven te doen. Um, je zult het ook vaak zien dat ze het echt al voor de buurman doen. De reclame van Renault speelt daar goed op in. En ik zal hier even een klein stukje in laten zien. Ja, jij vindt het toch belangrijk wat de buurman ervan vindt? Dan speel ik toch gewoon even de buurman. Zo, mooie auto. Nou, die mag je ook bij mij voor de deur neerzetten hoor. Nou, en waarom denk je dat Renault deze reclame maakt, hierop inspeelt, zelfs dit dingetje zelfs noemt, dus waarom je het voor de buurman zou doen? Dat is omdat de mensen gewoon zo denken. Ze kopen niet alleen een auto voor zichzelf, want dan kun je ook een goedkoper auto kopen. Je doet het ook om een soort statussymbool te laten zien aan de buren, de mensen om je heen. Waar je eigenlijk niks mee hebt, maar toch wil je laten zien dat je deze auto kunt kopen. En misschien is het zelfs al een leaseauto, maar dat laat je niet zien. Dat vertel je niet. Je wil alleen laten zien dat je dus een nieuwe auto hebt. Laten we eerst gaan kijken naar die eerste groep, de huurders. Je huurt dus in principe woonruimte van iemand anders en iemand anders wil er ook geld op verdienen. Veel mensen hier op onze kanaal, in onze Discord-chat, investeren ook in, uh, in vastgoed. Dus ja, wij zijn juist de andere kant, degene die dus. Geld willen verdienen aan vastgoed, bijvoorbeeld in appartementen. En het is niet zo dat je niet wilt kopen, maar vaak zul je zien dat je niet kunt kopen. Zeker wanneer je op één salaris zit, dan is een hypotheek krijgen... Ja, dan heb je een bepaald bedrag, maar dan koop je tegenwoordig geen huis meer voor. Dus je bent eigenlijk verplicht om te gaan huren. Het enige andere wat je zou kunnen doen, is om thuis te blijven wonen als die situatie gewoon prettig is om dat te doen. Mocht je dat lukken, dan zul je wel merken dat je in een jaar tijd... Best veel geld kunt sparen. Want natuurlijk zijn de kosten thuis laag. En zeker als je tegen je ouders vertelt waarom je langer thuis blijft wonen. Dat je het geld wil sparen zullen je vast wel mee willen helpen. Om dus wat spaargeld bij elkaar te krijgen. Om in ieder geval je eerste huis te kunnen kopen. De andere groep was de alleenstaande met kinderen. Nou vaak zul je zien dat deze groep wel gewoon een inkomen heeft. Dus of dan uit het werk is of uit subsidies. Of uit de bijstand. Ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval vaak dit soort dingen. Vooral met kinderen wordt er best wel... Wat geld beschikbaar gesteld. Ik denk alleen, natuurlijk, wel dat we kinderen tegenwoordig zoveel mogelijk willen geven. En als je in een moeilijke situatie zit, je dat zo min mogelijk aan je kinderen wil laten merken. Dus je, ja, we zijn best wel materialistisch ingesteld tegenwoordig. Dus zeker een moeilijke groep, denk ik, om. Ook wanneer het dus alleenstaande ouders zijn, omdat met dat ene salaris toch alles te doen. Die huur te betalen, je kinderen eten te geven en tevreden te houden en zelf ook nog wat plezier te hebben. Maar de moeilijkste groep is natuurlijk die groep die nu al rood staat. En dit is een lastige groep om wat over te vertellen, omdat ik er zelf natuurlijk geen ervaring mee heb. Uh, vaak is het misschien wel lastig, misschien met een inkomen wat in één keer wegvalt. Um, wat denk ik ook wel is dat wel belangrijk is, is mindset. Dus wat je misschien zult zien is dat het neer de keer mee zit. Ze in een keer willen vieren, dat ze misschien willen uiteten, weet ik wat. Probeer het dan in ieder geval niet extra uit te geven, maar juist dat geld te gebruiken dus om spaargeld op te bouwen. En voordat we verder gaan met de tips die ik je wel kan geven, wil ik je vragen. Vind je het een leuke video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik ook dat je het leuk vindt en het is goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nou meer video's zien? Abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel icon. Dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. Maar dan gaan we nu dus verder met het volgende stuk. En dat zijn de tips die ik je dus wel kan geven. En de eerste tip is om toch gewoon te sparen. Ook al is de rente... Die je misschien krijgt bijna nul of gewoon helemaal nul, gaat toch gewoon sparen. Het Nibut raadt altijd aan om 10% van je netto-inkomen apart te zetten in een spaarpotje. Dus het bedrag dat ze trouwens aanraden voor alleenstaanden met kinderen in een huurhuis, geloof ik, is 5000 euro als buffer. En voor een gezin in een eigen koopwoning is dat minstens 10.000 euro, dus het liefste nog meer zelf zeg ik altijd doe 3 tot 6 maanden als minimum zeg maar aan onkosten dus mocht je 1500 euro onkosten in de maand hebben en 6 maanden buffer willen hebben is dat 9000 euro probeer het zelfs nog uit te breiden naar 12 maanden als je misschien volgend jaar extra kosten verwacht uh, voor jezelf wilt beginnen of gewoon omdat het prettiger voor je voelt. Dus 3 tot 6 maanden is zeker wel een minimum. En probeer het tot 12 of 24 maanden uit te breiden. De tweede tip is om ook voor de lange termijn te durven denken. Dus ga niet alleen voor de korte termijn. En zeker bij spaargeld dus denk niet van mocht je nou al... Sparen of beleggen en een paar procent rendement maken. Wat is nou een paar procent op 1000 euro? Ik kijk het juist voor een langere termijn. Wat nou als je gemiddeld zeg maar 7% rendement maakt met beleggen? Dat betekent dat dat elke 10 jaar je geld verdubbelt. En dat is dus als je eenmalig inlegt. Wat nou als je elke maand inlegt? Dan betekent dat over 10 jaar al die bedragen verdubbeld zijn. En dan zul je zien dat zeker de eerste jaren is het niet zoveel. Maar door het middel van samengestelde interest krijg je dus eigenlijk het tweede jaar 7% op 100% plus 7% van het eerste jaar. En zo wordt het bedrag waarover je die 7% krijgt, ieder jaar groter. En hoe langer je dat volhoudt, hoe steiler de lijn eigenlijk omhoog gaat. En dat zie je ook in dit grafiekje wat ik nu zal laten zien. Dus hou het juist vol. Denk niet op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. Een derde tip is om wanneer je geen geld hebt, je misschien wel gewoon je tijd kunt investeren. Ik heb daar eerder deze week al een video over gemaakt, over passief inkomen verdienen. Daar zaten dingen bij natuurlijk waar je geld in wilde leggen. Er zaten ook zeker onderwerpen bij waar je alleen tijd of... Vooral tijd moet inleggen, en ik zal die video trouwens hier even plaatsen. Dus denk niet dat je altijd geld nodig hebt om iets op te bouwen. Zeker met een blog kun je ooit zelfs voor niks, maar ook niet voor heel veel geld beginnen. Probeer gewoon zoiets. Investeer je tijd en kijk gewoon wat je op een lange termijn, misschien een jaar, twee jaar lang, als je er tijd in steekt, dat je daar zeker wel een inkomen uit kunt verdienen. En de vierde en laatste tip is denk ik wel een heel erg belangrijke en dat is om te leven onder je stand. Doe je niet anders voor dan dat je bent en probeer ook gewoon dezelfde levensstijl aan te houden op het moment dat er wel iets op vooruit gaat. Kijk de laatste maanden met mijn YouTube kanaal verdien ik echt duizenden euro's per maand bij, maar ik heb eigenlijk mijn levensstijl niet aangepast. Ik heb wel wat uitgaves gedaan, dat zijn vooral zakelijke uitgaves in de hoop dat ik daar uiteindelijk meer geld kan verdienen weer. Ja, het YouTube-kanaal uit kan bereiden. Maar nu ik die uitgaven heb gedaan, het waren vooral de dus zakelijke en eenmalige uitgaven ook, hou ik nu vooral veel geld over. Dat geld ga ik voor de helft natuurlijk aan de belasting geven. De andere helft ga ik ten eerste gewoon versparen, maar ook zeker weer beleggen. Ik ga dan niet op de korte termijn uh, weet ik allemaal wat voor dingen kopen: dure vakanties, een nieuwe auto. Nee, juist nu van het inkomen wat ik nu extra verdien, wil ik zoveel mogelijk dus zeg maar apart zetten. Juist ook voor de toekomst. Natuurlijk, op dit moment genieten is ook heel erg belangrijk. Maar ik ga dus niet in één keer heel veel geld uitgeven. Ik ga juist heel veel geld sparen en beleggen. En zoals gezegd, met samengestelde interest, misschien zelfs tijdens een crisis, dat ik dan geld in kan leggen, heb ik over een paar jaar, denk ik, hoop ik, een behoorlijk vermogen opgebouwd. Juist door diezelfde levensstijl eigenlijk aan te houden. En dat waren de tips die ik je dus wel heb kunnen geven. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik denk ook zeker dus dat een stukje mindset heel erg belangrijk is. Aan de ene kant. Door de juiste mindset kom je misschien niet in deze situatie terecht. En als je er al in zit kan een stukje mindset er ook zeker voor zorgen dat je misschien wel uit die situatie komt. Of in ieder geval sneller uit die situatie komt. En ik zie ook van dit soort situaties op tv bij Steenrijk, Straatarm dat mensen er echt helemaal niks aan kunnen doen. Maar denk wel altijd dat je het mogelijk is durf te investeren in jezelf. Durf te denken aan de toekomst en durf ook te werken aan die toekomst. Geloof dus in jezelf en geloof ook in je toekomst. Want, zoals gezegd, een jaar of 15 geleden hadden wij thuis in één keer ook niets meer tijdens een faillissement. Ja, ik had nog wat spaargeld, maar dat heb ik dus geïnvesteerd. Te durven investeren in de toekomst. Gewerkt aan de toekomst. En kijk nou waar we zitten. Best wel mooi inkomen, best wel mooi vermogen. En ik denk als het voor mij mogelijk is, dat het ook zeker voor jou mogelijk is. Dus werk aan je toekomst. En ga verstandig om met het geld dat je op dit moment wel verdient. En daarmee wil ik deze video weer afsluiten. Natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Zoals gezegd, vond je het een leuke en interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat is goed voor. Mij dat ik het zie natuurlijk dat het interessant was. Ook zeker goed voor YouTube dat meer mensen deze video's te zien krijgen. Mocht je nog opmerkingen hebben of vragen, laat ze in ieder geval achter in de reacties onder deze video. Ook als je ervaringen hier misschien mee hebt, altijd interessant om te lezen. En wil je nou meer video's zien? Zoals gezegd maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om er altijd een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.